Nou, iedereen kan lid worden. Heel laag inschrijfgeld. En, nou ja, we hebben een leuke baan, een gezellige baan. We kunnen hier wat drinken. En er zijn waarschijnlijk best een hoop Jeu de Boel liefhebbers op Bonaire. En welkom. Jeu de Boel, is dit een soort bolas criollas, wat we Bonaire noemen? Nee, is heel anders. Nou nee, de regels zijn min of meer hetzelfde. Alleen de ballen zijn veel groter bij de bolas. Terwijl er zit wel een beetje verschil in. De banen zijn wat kleiner bij ons. En we spelen met 4 mensen normaal gesproken. 2 tegen 2 of 3 tegen 3 maximaal. En bolas is heel anders, spelen met z'n 8. En heel anders. Eigenlijk is dit een naam, van een Nederlandse naam voor pétanque. Het Franse balspel. Het is hetzelfde als pétanque. Ik kom hier dagelijks langs, want ik woon hier wat verder op deze weg. Ik heb dit zien komen op een gegeven moment. Ik denk van, goh, en het werd elke keer leuker en leuker. En op een gegeven moment denk je van, ik ging ze banen aanleggen. Eigenlijk voor bolers dan, maar dat kunnen wij ook goed gebruiken. En nou ja, een keer wat gedronken hier, met de eigenaar gepraat en wij vonden het leuk en hij vindt het leuk, denk ik. Hoe gaat het tot nu toe? Jullie zijn begonnen. Ik zie hier toch wel voor een woensdag na de middag zie ik toch wel veel personen hier. Hoe gaat het tot nu toe? Prima. Dit is eigenlijk de eerste woensdag dat we spelen, geloof ik. Ja. Ja. We hebben een zondag gespeeld. En we gaan iedere zondag spelen in ieder geval. En ook iedere woensdagmiddag. En zondagmiddag dan kan je hier ook eten. Zijn er ook snacks. Nu is de keuken dicht op woensdag. En dan zondag verwachten we veel meer mensen. En is leuk. Iedereen is in principe welkom. We zouden het ook heel fijn vinden als er ook heel veel lokale mensen zich aanmelden. Want wij zijn een vereniging. Het doel van onze vereniging is om gezellig met elkaar te spelen in een mooie omgeving. En iedereen die gezellig met ons wil meedoen, kan zich aanmelden. Is er een soort introductie van het spel? Want natuurlijk kennen de meeste mensen deze spel niet. Hoe doen jullie dat? Wij kennen het wel, al zijn we niet zo goed erin. Maar we weten de regels en we helpen iedereen. Een tijd van een half uur heeft men het wel door. Het is niet echt moeilijk. En iedereen kan altijd even eerst komen kijken van hoe gaat het spel. En dan kunnen we ze altijd uitleggen hoe het spel gaat. Het is eigenlijk een heel simpel spelletje. Je speelt eigenlijk met 3 ballen. En je moet zo dicht mogelijk bij het butje, dat kleine balletje, zien te gooien. Dat zijn eigenlijk de regels van het spel. Iedereen kan dat snel leren. Ja. Hoe lang duurt elke sessie van een spel? 3 kwartier ongeveer. Hangt een beetje af van de snelheid van gooien. En soms ga je met 1 voor 1 punten en dan duurt het vrij lang. Maar je kan ook soms gewoon 3 punten scoren. Als je dat 3 keer doet, dan zit je al aan de 13 zowat. Dus dat is verschillend. Maar het was een half uur en een 3 kwartier ongeveer. Dat is dus eigenlijk, het spelletje duurt net zo lang totdat 1 partij de 13 punten heeft behaald. En dan heeft die partij gewonnen. En dat kan dus punt voor punt gaan. Maar het kan ook zomaar 5 keer 5 ballen dicht bij het butje hebben. En de tegenstander maar 1. Ja, dan gaat het hard. Elke partij speelt met 6 ballen in feite. Dus je kan ook inderdaad 5 scoren met 1 ploegje. En dan gaat het heel vlug. Er zijn sprake van teams, maar die stellen we ter plaatse samen. We hebben een manier om te loten. Gewoon blind loten. Want anders krijg je, ja, ik wil niet met die en misschien liever met die. Gaan we niet doen, we gaan gewoon gezellig. Iedereen speelt met iedereen. Wij zijn echt een recreatieve vereniging. En voorlopig doen we geen competitie. Dus we hoeven ook geen teams samen te stellen. Ja. Maar zou er wel in de toekomst een competitie zijn? Kan wel teams spelen? Als de leden graag willen dat we ook competitie spelen, dan kunnen ze in een ledenvergadering dat inbrengen. En dan vergaderen we daarover met alle leden. En als het grootste deel van de leden vindt dat we ook een competitie moeten starten, dan zullen wij als bestuur dat ook honoreren. Mensen die mee willen doen, met wie moeten ze contact nemen? Ja, dat is jde03526@gmail.com. Als ze daar een mailtje naartoe sturen en met de vraag of ze lid kunnen worden, dan krijgen ze van mij antwoord. Ze krijgen meteen de statuten en het huishoudelijk reglement. Ik heet ze welkom en ik vertel ze dan hoe het verder de procedure gaat.